Mario, ik heb in de eerste helft in mijn radioverslag gezegd, als Sparta zichzelf na afloop maar niet hoeft te verwijten dat het alsnog punten verspeelt, want jullie missen zoveel kansen, is dit de meest zure nederlaag in tijden? Nou, ik denk dat wij in ieder geval de beste eerste helft gespeeld hebben van de tweede seizoenshelft. Alleen ja, we doen onszelf tekort, we belonen onszelf niet. We zijn niet scherp in de afronding. We krijgen genoeg kansen in de eerste helft. En in de rust wordt het nog gezegd, zorg dat het niet hetzelfde liedje wordt. Net als tegen Volendam of tegen PSV, dat je in de tweede helft verslapt. En ja, uiteindelijk gebeurt het wel. Dus, ja. Heb jij er enige verklaring voor hoe dat er dan toch insluipt in zo'n tweede helft? Nee, ik denk dat als ik het zou weten dan... Dan zouden we het met z'n allen kunnen verhelpen, maar ja, ik weet echt niet wat het is. Elke keer spelen we de eerste helft spelen we redelijk tot goed. En dan in de tweede helft kakken we massaal in. Dat was vandaag weer het geval. Is het concentratie? Mentaliteit? Vraagteken? Ja, nogmaals, ik weet niet wat het is. Kijk, de wil om te winnen is er wel. Maar ja, het komt er niet uit blijkbaar. In de eerste helft elke keer wel, in de tweede helft telkens niet. De eerste helft was hartstikke goed. Ben ik het mee eens, zoals ik al zei, was de beste eerste helft die we in de tweede seizoenshelft hebben gespeeld. Vrees je dit dan al een beetje in de rust met elkaar? Zeg je dan tegen elkaar, als het maar niet misgaat door het missen van die kansen? Nou, ik denk dat door vorige, afgelopen maandag bedoel ik, dat het vertrouwen in onszelf wel was toegenomen. Ja, we hoopten gewoon die lijn door te kunnen trekken en in ieder geval niet meer te kijken naar de wedstrijden die er voorheen waren gespeeld. Maar de geschiedenis herhaalt zich, om het maar zo te zeggen. Hoe is dan nu binnen die kleedkamer? Ja, alsof iemand is overleden, om het maar zo te zeggen. Het is niet leuk. Het is kloot, om het maar zo te zeggen.